Dan is het nu tijd voor Basquent, want nog een maand en dan speelt Limburg United zijn eerste competitiewedstrijd in Hasselt tegen Bergen. Weer basquet op het hoogste niveau met liefst spelers van eigen bodem. En een van die jonge spelers die vaak aan bod zal komen tussen de lijnen is Hans van Wijn, 19 jaar nog maar en nu al een profspeler met een zeer, zeer mooie toekomst. Wij zochten hem dit weekend op in Rungst. Dit is Hans van Wijn, 19 nog maar en toptalent bij Limburg United. Nu al zeker van heel wat speelminuten bij de eerste klasse. Hans van Wijn kan op vele posities uit de voeten. Ik zou natuurlijk eerst hier in Limburg mijn carrière willen uitbouwen, maar mijn doel is eigenlijk om in Europa, dus Italië of Spanje te spelen later. Dat is toch wel echt mijn doel binnen enkele jaren dan eerst hier mijn carrière uit te bouwen en dan binnen 2, 3 of misschien zelfs 5 jaar naar het buitenland te vertrekken. Limburg United moet een kweekvijver worden voor het Belgisch talent, als het kan, Limburgs talent. En dat is Hans van Wijn helemaal. He's 19 years old, with a lot of experience from the national team, playing with the national team under 20. And he's just a great kid. He's just a kid that came in ready to work and we expect big things from him. Het is toch makkelijker als vorig jaar. Vorig jaar had ik echt soms moeilijk om mij te tonen op training. En nu ik voel me beter hier ook, omdat het in Limburg is. Ik voel me meer op mijn gemak als in Leuven. I expect him to play. Not just minutes, but I expect him to play a lot of minutes. Serious? I really do. I really think a lot of Hans. He knows that. But at the same time we try to keep his feet on the ground too. Intussen is het team compleet. 6 Amerikanen aangevuld met 6 Belgen. Veel goesting, maar wel weinig ervaring. But we have 2 or 3 guys that have a lot of experience also. We have one guy is 32 years old, Seamus Boxley, that brings a lot of experience from the European level, Barry Stewart also. And then yes, the rest are inexperienced guys that play on a higher level consistently, but we wanted it that way too, so we can give some of these guys the opportunity to compete at the highest level. 1, 2, 3, ready.